In deze video gaan we kijken naar mijn budget en eigen vermogen van de maand augustus 2019. Zoals je misschien wel weet maak ik regelmatig deze video's, niet elke maand, maar misschien elk kwartaal of telkens wanneer er iets nieuws te melden is. En dat is in dit geval het geval. Er zijn de afgelopen maand wat dingen veranderd die effect hebben hierop. En daar gaan we in deze video dan ook naar kijken. Verder kijken we natuurlijk ook naar de voortgang gedurende dit jaar. Plus een beetje de toekomst in naar hoe we verwachten dat ik het jaar af ga sluiten. Nou, al die informatie daarvan krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren of beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar mijn eigen budget en eigen vermogen. Net zoals in andere video's doe ik dat op de computer, dus laten we meteen even overschakelen. Oké, we zijn nu op de computer aangekomen. Voordat ik mijn beeldscherm zal delen, zal ik trouwens eerst zeggen dat de file die je gaat zien, het bestand, het overzicht, dat ik dat ook al eerder een bestand van heb gemaakt dat je kunt downloaden. Een link daarvan zal ik ook wederom onder de video achterlaten. Dan ga je naar de website van mij, passiefinkomen.nl. Daar kun je je e-mailadres invullen. Je kunt nog aangeven of je vaak graag andere informatie wilt ontvangen en zo ja, van welke onderwerpen. Zodra je dat hebt ingevuld, krijg je eigenlijk direct het bestand in je mailbox toegestuurd eigenlijk. Al heel veel mensen hebben het gedaan. Het heeft er heel vaak geholpen. Mocht er nou een keer nog iets niet goed gaan of je mocht nog vragen hebben, kun je altijd op dat mailtje reageren. Daar reageer ik weer direct op. En kun je dus direct gaan beginnen met wat je eigenlijk nu gaat zien. Het enige verschil is dat ik het op dit moment als Apple bestand heb, als Numbers op de Apple. Maar voor jullie heb ik het als Excel, Microsoft Excel document beschikbaar gemaakt. Dus dat is het bestand dat je gaat downloaden. Nou, laten we dan overstappen naar het scherm. Dan deel ik het even met jullie. Gaan we dus eerst kijken naar mijn budget. Er zijn een paar dingen veranderd en dat begint eigenlijk bovenaan meteen met salaris of loon natuurlijk. Zoals je misschien wel weet heb ik sinds juli een nieuwe baan en daardoor is dus mijn maandelijkse inkomen gelukkig erop vooruit gegaan weer. Was het eerst nog €1842 dat ik gestort kreeg elke maand. Nu is dat €2129, dus zeg maar een bijna €300 erbij. Dat heb ik al eerder besproken in video's. Ook nieuw in deze categorie is nou uit eigen onderneming. Zoals je misschien wel hebt kunnen zien in de vorige video van vorige week, heb ik inmiddels dus weer passief inkomen. Een gedeelte daarvan wil ik elke maand mezelf uitbetalen, zodat ik toch een beetje al kan profiteren van het werk dat ik nu doe. Terwijl ik het meeste eigenlijk nog wil investeren of in aandelen of weer in apparatuur om het kanaal beter te maken op de lange termijn. Nou, zeg maar die €850 die het vorige maand was, 10% daarvan pak ik telkens. Dus heb ik nu €85 ingevuld. Voor de volgende maand, zoals je hier linksonder kunt zien, verwacht ik gewoon elke maand een groei van 25%. Dat is waarschijnlijk wat conservatief ingesteld, maar in ieder geval beter dat het later meer is. Dan is altijd mooi meegenomen dan dat het uiteindelijk minder blijkt te zijn. Dus op die manier heb ik toch al een kleine €1000 die ik schat, als we zo doorgaan, dat ik die kan verdienen nog dit jaar. Gaan we dan verder kijken. Zijn er eigenlijk weinig dingen veranderd? Mijn woonlasten eigenlijk niks, want dat is eigenlijk het leuke. Ik ga er dus wel vooruit in inkomsten eigenlijk. Dus door mijn werk en door mijn passieve inkomen. Maar ik ben eigenlijk niet van plan op in ieder geval niet op korte termijn echt uitgaven ook te gaan verhogen. Ik wil juist hetgene gebruiken wat ik nu meer verdien om dus weer mijn positie eigenlijk te verbeteren voor de lange termijn. Dus het is eigenlijk best wel een stukje naar onderen scrollen voordat er weer iets verandert. Een van die dingen is een weekendje weg. Die hadden we hier ergens in september gepland. Maar mede omdat ik dus een nieuwe baan heb, is het niet echt mogelijk om nou nog een lange tijd vakantie te pakken. Misschien wel een weekendje weg dat we zeg maar een lang weekend ervan maken. Enige geluk is dat ik nog een cadeautegoed heb en dat ik dat dus betaald krijg. Dus daar heb ik geen kosten meer voor ingepland. Die heb ik weggehaald. En dan komen we eigenlijk hier onderaan. Dan hebben we eigenlijk alle totale uitgaven en zien we ook wat we gaan overhouden. Nou, je ziet vanaf juli is dat eigenlijk weer wat meer. Dan komt natuurlijk dat juni vanwege de vakantie sowieso al negatief uitviel. Maar je ziet gewoon dat het al ja, elke maand tussen de €800 en €1100 schat ik in op het einde van het jaar over weet te houden. Daaronder zie je dan mijn savings rate. Nou, het hele jaar is die ongeveer 32% gemiddeld. Maar je ziet dat die nu voor de laatste maanden zeg maar rond de 40, eerst net iets onder, na de rand net iets erboven zal komen liggen. Dus 40% van mijn inkomen weet ik te sparen, kan ik sparen, laat ik het zo zeggen. En daar heb ik ook weer enkele veranderingen in aangebracht. Gaan we nou maar kijken. De bankopname heb ik hetzelfde gelaten. Elke maand een beetje contant geld opnemen.
Sparen heb ik wel verhoogd van 100 naar 250 euro. Dat heeft er weer mee te maken dat eigenlijk mijn spaarpotje de laatste tijd wat minder is geworden. Ik heb wat extra aandelen Tesla gekocht bijvoorbeeld. En dat was toen interessant. En nu ben ik eigenlijk weer van plan dus mijn positie van mijn spaarpotje weer uit te breiden naar die 6 maanden onkosten die ik heb. Dus elke maand 150 euro extra voor de komende tijd. En ook 50 euro extra wat ik wil gaan beleggen, investeren in aandelen en dat soort dingen. Dus uiteindelijk gaan die dingen er dus vooruit en zul je zien dus dat ik eigenlijk het geld dat ik binnenkrijg vooral voor dit soort dingen ga toepassen of gebruiken. Dan heb ik deze bedragen nog wel het gelijk gelaten naarmate ik natuurlijk meer passief inkomen verwacht het einde van het jaar. Maar daar kijken we dan weer wel volgend jaar of om de 3 maanden een beetje of ik het bij moet stellen, zeg maar. Nou, onderaan zien we dat we begonnen met 1500 euro was de planning. En dat we uiteindelijk met 31 zullen eindigen op mijn banksaldo. Dus ik heb dan eigenlijk 1600 euro die ik nog ondertussen kan verdelen. Omdat ik vind 1500 euro op je betaalrekening is meer dan genoeg. De rest kun je dus beter op je spaarrekening zetten of gebruiken om te beleggen voor de lange termijn. Nou, hebben we eigenlijk een budget gehad. En wat ik dan altijd het interessantste vind is eigenlijk mijn eigen vermogen. En daar heb ik dan ook een hele berekening voor in een ander tabblad zitten. Dus gaan we hier naar het overzicht voor 2019. Nog even kort uitgelegd. Telkens een kolom waarbij je de datum die er bovenin staat, de datum is waar ja, op dat moment die stand was. Dus we zijn nu bezig in degene met 1 oktober, want ik werk hem net zo lang bij totdat het 1 oktober is. En na 1 oktober ga ik weer in deze kolom verder totdat het de 31ste december is. Bij mijn bezittingen is niet zo heel veel veranderd. Gewoon het huis wordt elke maand, doe ik dat met 0,5% laten toenemen zo te zien. De auto neemt elk kwartaal met 500 euro af, die wordt minder waard. Inrichting hou ik altijd gelijk, want er zullen wat dingen minder waard worden. Er komen wat dingen bij. Waar ik wel wat dingen heb veranderd, maar dat zie je hier nog niet direct, is het verlagen van mijn eigen vermogen in mijn bedrijf. Het heeft er meer mee te maken dat ik sinds vorig jaar dus mijn winkel heb gesloten. En toen ben ik het jaar geëindigd met een schatting van 50.000 euro. Die heb ik nu bijgesteld. Wat ik er wel achter kwam, dat ik ook veel verlies heb geleden, veel kosten heb gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld een auto, een bestelbus verkocht die hoger in de boeken stond. Maar ja, uiteindelijk als je moet verkopen, krijg je er natuurlijk altijd minder voor. En nog meer van dat soort dingen, heel veel dingen weggegooid, omdat ik er verder niks meer mee kon, terwijl ze misschien nog een beetje waarde hadden. Nou, dat opgeteld, heb ik hem even ingeschat dat hij zeg maar een 20.000 euro minder waard is. Dat is wat meer reëler beeld, denk ik weer. En dan ja, loopt het uiteindelijk op een later moment, als ik het zeker weet wanneer de jaarrekening af is, niet in één keer een verschil van nog groter waarschijnlijk. Dus daar zien we een klein verschil. Zoals gezien, hier bij de betaalrekeningen en de spaarrekeningen ligt een beetje op hetzelfde als eigenlijk de afgelopen kwartalen en zo. Ja, maar zoals gezegd, dit is niet wat ik wil hebben. Ik wil eigenlijk meer richting deze, dat ik dan ongeveer voor 6-7 maanden eigenlijk aan onkosten heb. Dus ja, vandaar dat ik dus ook aanpassing heb gedaan in wat ik wil gaan sparen. Het volgende onderdeel is dan mijn beleggingen eigenlijk. Mijn belegvermogen, we zien dat Bink, Prittel, dat is ja, iets toegenomen. Ook de Giro, Peaks, dat komt vooral ook doordat ik ten eerste wisselgeld natuurlijk beleg, maar ook vanwege jullie aanmeldingen via mijn link. Ook een link daarvan trouwens onder deze video mocht je hier gebruik van willen maken, want dan kun je automatisch pinbetaling worden afgerond. En dat afgeronde bedrag wordt dan automatisch voor je belegd. Brand New Day is wat toegenomen en FlatEx was op dat moment iets minder waard. Dit zijn cijfers van vorige week. Dus we zien dat we uiteindelijk wel iets toenemen. Zeker vergeleken met het begin van het jaar zijn we echt wel een grote stap gemaakt. Dit terwijl bijvoorbeeld Tesla toch ja, een behoorlijke klap heeft gehad voor de laatste tijd. Terwijl andere aandelen het wel weer redelijk goed doen. Maar ja, ook met die handelsoorlog is altijd een beetje lastig. Nou, wil je misschien nog een ja, echt exclusieve video van dat ik al mijn aandelen weer specifiek ga behandelen? Laat dat dan even weten in de reacties onder deze video. Dan kan ik dat misschien in een volgende video meenemen. Maar nu wil ik even gewoon het overzicht houden. Dus alleen mijn budget en uiteindelijk mijn eigen vermogen bekijken. Maar het zou dus zomaar kunnen dat je meer wilt zien. Dat je misschien vragen hebt. Laat het weten. Dan maak ik daar wel weer een video over. Cryptocurrencies en goud en zilver heb ik op dit moment niet. Dat was iets wat ik tijdens de vorige crisis wel had. En cryptocurrencies, ja, tot 2 jaar geleden denk ik nog een beetje. Heel even trouwens nog bij de beleggingen. Als je hier gaat kijken en dan zie je linksonder. Ik hou er rekening mee dat ik elke maand 300 euro bijstort bijvoorbeeld bij Bink. Maar vervolgens wel 3% in de min. Dus ik hou telkens rekening met een beetje verlies. Ik schat het niet te hoog in, want een crisis ja,
hoeft niet dit jaar te komen, maar dat die binnenkort een keer komt, zie ik wel gebeuren. Zeker omdat we eigenlijk dit nog een beetje gebaseerd is op eind vorig jaar en de eerste kwartaal van dit jaar, toen het heel slecht ging op de beurs. Dus ik plan hem niet positief rendementen, maar een negatief rendement. En dat verklaart ook waarom ik het einde van het jaar dus niet zo hoog heb ingeschat. Misschien wordt het hoger. En ik zit toch al bijna iets boven de 29.000, terwijl ik het jaar begon met 19.000. Dus daar zit toch al 10.000 euro verschil in. Maar ik doe het nog redelijk conservatief, zeg maar. Nou, dan komen we aan bij schulden. En die zijn dan opgebouwd uit de hypotheek. De grootste kosten, post eigenlijk de grootste schuld. Gevolgd door een starterslening die ook met de hypotheek te maken heeft. En een studieschuld van nog 2.000 euro. Hier gaat elke maand automatisch 100 euro vanaf. Hier elke maand 265 euro echte aflossing. En ik probeer elk kwartaal dan nog een keer 500 euro extra af te lossen. Want dat heeft op lange termijn best wel een effect. Ook daar heb ik trouwens eerder een video over gemaakt. En ik zal hem even hier in het hoekje plaatsen als je daar meer over wilt zien. Want eenmalig 500 euro aflossen. En ik heb nog een hypotheek voor 26 jaar tegen 3% rente. Is toch wel een leuk bedrag wat je uiteindelijk elke maand een paar euro minder door gaat betalen. En op lange termijn is dat dus best wel veel. Dan komen we uit dus op dit moment een beetje vooruitgerekend natuurlijk, omdat sommige dingen al de volgende maand ook meenemen. Nou, 147.700 euro aan eigen vermogen. Zoals gezegd, vorig jaar was die hoger, maar dat had ermee te maken dat het eigen vermogen in de eenmanszaak wat hoger was. Maar kijken we gewoon terug naar het begin van het jaar, toen was het zeg maar 137.000. Dus ik heb daar al 10.000 euro op vooruit gegaan tot en met nu. Dus dat is eigenlijk al een prima uitgangspunt. En ik hoop het nog iets verder te kunnen uitbreiden de rest van het jaar. De verwachting is dan ook dat we richting de 154.000 euro gaan. En die zijn op verschillende dingen gebaseerd, maar niet heel specifieke aparte dingen. Gewoon wat we nu mee bezig zijn. Af en toe wat extra aflossen, regelmatig wat investeren. Je huis wordt wat meer waard en dat soort dingen. Dus gewoon met normale dingen hoop ik in ieder geval toch verder uit te kunnen breiden. En hoop ik het jaar dus mooier af te sluiten. Maar ja, dat ga ik dan wel weer in een video over 3 maanden denk ik laten zien. Een update geven. Mocht er tussentijds nog dingen veranderen, maak ik daar wel weer een video over. En zoals gezegd, vond je dit nou een interessant overzicht? Een link van dit overzicht, dat je het zelf kunt downloaden en gebruiken, vind je ook onder deze video terug. En tot zover dus mijn budget en eigen vermogen van augustus 2019. Nou, we zien dat we verwachten dat we dit jaar zeg maar 15.000 euro erin vooruit gaan eigenlijk op eigen vermogen. 5.000 euro hiervan komt nog door de eigen woning. 10.000 euro vooral door mijn beleggingen. Bezittingen namen iets af, maar ook de schulden namen natuurlijk iets af. Dus dat weegt tegen elkaar op. Dus al met al denk ik dat we dit jaar best wel mooie vooruitgang kunnen boeken. Zeker tot op dit moment zien we eigenlijk al dat ik er 10.000 euro ben vooruitgegaan dit jaar. Dus dat is sowieso prima. En de komende maanden ziet er alleen maar beter uit. Onder andere dus door mijn nieuwe salaris en door het passieve inkomen van dit kanaal. De volgende video over mijn budget en eigen vermogen zal dan over 3 maanden zijn. Zoals gezegd probeer ik elk kwartaal dit te doen. Tenzij er tussentijds iets verandert waardoor het nut heeft om een nieuwe video te maken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je dat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de video altijd weten wat je goed of minder goed vond. Dan kan ik dat nog meenemen naar de volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze video, kun je ze ten eerste achterlaten onder deze video. Of daar vind je ook een link trouwens naar onze Discord chat. Daar praten we met 250 mensen over dit soort onderwerpen. Dus misschien kun je daar ook naartoe gaan om antwoord te krijgen of opmerkingen te delen, noem het allemaal maar op. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je hieronder op het kanaal, klik op het belicoontje, dan mis je nooit meer een video en zie ik je graag in de volgende video weer terug.